Drop, dat is aardig geschoten, losgelaten. En dan is daar natuurlijk Romé Leugder. Die ook gelijk de bal gaat ophalen. Brent is natuurlijk iemand die wel wat kan in de kleine ruimte. Vindt Tromp. En het schot losgelaten door Ricky Gene. Pelova. Oh, zo'n goede voorzet. En daar is de 2-0. Geweldige voorzet van Victoria Pelova. Ook echt Van de Gracht die daarachter helemaal vrij loopt. Goeie voorzet, goed ingekopt. Hey, hier is Illusie ineens en dan gaat hij via de keepster naast, via Regina van Eyck. Goeie corner van Bo Rijks en dan is daar toch de goal voor Excelsior. Dit is een hele fijne corner van Bo Rijks, precies op het hoofd van Kleine. Ja, goed ingekopt. Stuurt de bal echt naar de verre hoek. Nu Pelova. Leugder, aardig weggedraaid. Oh, wat een goede goal van Romé Leugder. Er is weinig ruimte tegen Excelsior. Maar ze heeft ook weinig ruimte nodig. Draait knap weg tussen twee speelsters. Dan komt er ook nog een derde met een sliding. Puntert ze binnen voor haar tweede en Ajax derde. Uitstekende goal. Pelova. Dat is een aardige versnelling van Pelova. Uiteindelijk verdedigd. Tegenaanval van Excelsior ingeluid door Noordermeer. En nu is hier Piqué met de kans. Piqué en de redding van Van Eyck. En Illusie die er niet bij kan. Goeie aanval van Excelsior. En dan de 100% kans. En de vingertoppen van Van Eyck. Hier is Leugder met de vrije doortocht. Dat is een fijn balletje van Tromp. En Leugder maakt het dan wel af. Hattrick voor Romé Leugder. Goeie loopactie, goede paas. En waar Piqué namens Excelsior niet afronde. Laat Leugder even zien hoe je dat wel doet. Grant. Nu krijgt ze hem langs de keeper en is het wel raak. En leuk voor Munsterman, want die geeft de assist. Ja, heerlijk balletje. Eerste twee balcontacten van Munsterman zijn eigenlijk perfect. Van Bokhoven, oh, die wint het van de Sanders en maakt dit keurig af. Iris van Bokhoven. Hier laat ze zich aftroeven. Want eigenlijk is ze eerder bij de bal en dan moet hij gewoon weg. En dan ligt de verre hoek open. Spitsen. Nou, een keertje schieten, maar... oh, ja, nou ja, het was een schot kennelijk. Ja, ik vraag Jurida Spitsen. Ja, ik weet het ook niet. Het leek op een voorzet. Ja, dit oogt toch zeker als een voorzet. Maar dankzij de actie van Gene valt hij prima binnen. Dan schat die bal eigenlijk helemaal verkeerd in. Spitsen, dit is weer een voorzet en nu is er iemand anders voor nodig om hem in het doel te krijgen. Ja, bijna identieke voorzet. Ja, iets verder van het doel af en nu kan Hoekstra daar wel bij. Vrije trap Excelsior, ja, dat is een goede vrije trap. Nou, Piqué, nu dan wel. Nee, die gaat niet meer scoren vandaag, Naomi Piqué. Ik dacht dat het Noordermeer was die de vrije trap nam. Hier gaat Ajax nog een keer met Bakker en Leugder en daar is ook nog nummer 8. En de helft van die productie
verzorgd door Romee Leuchter. En dan is daar het laatste fluitsignaal. 4 keer Leuchter, 1 keer Grant, 1 keer Spitsen en 2 keer Hoekstra. Maakt bij elkaar 8 voor Ajax. Daar stonden doelpunten van Kleine en van Bokhoven tegenover. Een hele dikke overwinning dus voor Ajax.